Nou, we zitten nu in de Hoogoverbus op weg naar Egmond aan de Hoef. Hans, heb jij vroeger ook voor de Hoogovers gereden? Ja, eigenlijk wel. En nog steeds wel af en toe. Maar minder frequent dan het vroeger was. We hadden vroeger vanuit John de Witt hadden we ook veel meer lijnen vanuit Noord-Holland. En krijg je ook iets mee wat er allemaal gebeurt in de bus achter je? Nou, van daaruit wordt er over het algemeen veel geslapen. Ja. Dus wat dat betreft gebeurde er onderweg in de bus de laatste jaren althans niet zoveel. Als je de oude verhalen moet geloven, dan gebeurde er veel meer. Maar... Ja. En de mensen wakker maken, dan heb je een vloedje. Dan lag je hem op je bril neer. En dan klopt hij op zijn schouder, moet je er niet uit. Nou, en dan vloog hij over hen en dan stond hij zijn kop. Maar dan zat hij in de bus te slapen? Daar zat hij in de bus te slapen. Want er werd wel veel geslapen in de bus, zeg. Ja, er werd een hoop geslapen. Ja. Nee hoor, het was altijd... Dat is drie generaties, Anton. Deze drie generaties bij de Hoogovers te werken. Nog steeds. Deze werken nog. Waar werken jullie? Wij werken allebei in de Oxy-Staalfabriek. Oxy-Staalfabriek 2. En wat is dat voor de gewone leeg? Daar maken ze van vloeibaar ijzer maken ze staal. En die maken we dan zeg maar tot plak. Zodat het in ieder geval naar de warmband kan om verwalst te worden. En hier hebben we de oudste generatie. U werkt er niet meer? Nee, ik ben al 26 jaar thuis. Oké. Dat was een goed pensioen zeker? Ja, dat was een goede... Je bent nou 60 zeker? Ja, ik ben nou 60, ja. Die tijd is al geweest, hoor. Hoe oud bent u? 86. Oké, dus met 60 toch met pensioen al? Ja. Ja. Ik kon toen met 57 al uit, maar toen ging het niet door. Ja, ja. Wat heeft u gedaan? Handenwalserij. Ja. En ook met de bus op en neer? Alle dagen met de bus op en neer. Ja, ja. Ja, gezellig hoor. Ja. En heeft u mooie verhalen daar? Ja, hele mooie verhalen. Kunt u er even vertellen voor de camera? Nou, ik heb er eentje een keer een banaan. Skil. Heb ik s'nachts even een... Nee, gehoord en die kreeg hij in zijn nek. En dan stouw overend en die buurman erachter die kreeg een klap voor zijn kop. Nou, toen lagen we allemaal dubbeld in de bus. Ja. Ja, we hebben wat meegemaakt hoor. Ja, en was het een mooie tijd? Ik vond het een prachtige tijd. Ja hoor. En heeft je alleen maar bij de Hoogovers gewerkt? Nee, ik heb ook in de landbouw gezeten, 13 jaar. Ja, ja. Waar? En Wieringermeer. Oh, ja. Daarna bent u naar de Hoogovers gegaan? Ja, ben ik naar de Hoogovers gegaan. En waarom dan? Nou, ik wou zomaar eens kijken wat het was. En dat beviel wel? En dat beviel best. Nou, in het begin niet hoor. Toen zat ik bij de afwerking. En dan moest je plaatjes doorgeven door zo'n ding. Ik zei, nou, dat is werk voor mensen die 50 binnen. Niet voor die 26 jaar ben. Nou, toen kreeg ik nog ruzie met eentje, dus met de baas. En toen ben ik naar de walserij geraakt. En dat beviel me verschrikkelijk goed. Hoeveel jaar heeft u met de Hoogovers gewerkt? 36. Ja, dat is een mooie tijd. Ja hoor. En nu gaan we naar Egmond aan de Hoef. En het is elke keer weer spannend. Oh, hoeveel mensen er komen. En of er mensen komen. En oh. Ja, de bus is natuurlijk een tentoonstellingsbus. En nu rijden we. Ja, van alles stort in op ons. Zometeen gaan we het allemaal weer opbouwen. Het is een spannende rit. Elke keer weer. En je hebt nu anderhalve dag verhalen gehad. Ja. Heb je nog verrassende verhalen gehad? Nou, nu net hoorde ik dingen, dat allemaal de grappen en grollen die er werden uitgehaald. En die waren best wel grof af en toe. Bijvoorbeeld als ze onder de douche stonden. Ze stonden dan af onder de douche. En dan werden er soms mannen uit die douche naakt en al in de sneeuw gegooid. Nou, dat vonden ze dan een grote lol, weet je wel. Ja, daar kan ik me nou niet direct wat bij voorstellen, maar dat soort lol werd er uitgehaald onderling. En de controles, hè, dat er niks meegestolen werd. En dat ze dan ook, dat was ook weer van die grappen, dat ze dan in iemands broodtrommeltje lepeltjes gedaan hadden. En dat die dan gecontroleerd werd en betrapt werd. Dat diegene niet eens wist dat hij wat bij zich had. Maar het kon je baan kosten, hè, als je... Maar dan hadden ze geloof ik ook wel weer met de beveiliging. Die werkte dan samen bij zo'n grap.
Weet je wel, dat iemand schikt zich helemaal dood en denkt dat hij ontslagen zal worden en dan... Valt het toch mee? Valt het allemaal weer mee, ja. Was een man die kwam daar, want was je in Horen. En die was toen 8 jaar, toen werkte zijn vader bij de Hohoers. Maar die wou vrij hebben, want zijn schoonouders waren 50 jaar getrouwd. Maar dat kon niet, hij kon geen vrij krijgen. Toen is hij even gaan werken en zijn vrouw is naar die bruiloft gegaan. Om daar natuurlijk feest te vieren. En er was door een of andere fout of zo, is er gegaan in die fabriek. Had een opzichter toestemming te geven om te gieten dat ijzer. En die man die liep dat nog. Dus die kreeg daar een hele volle laag over zijn. Ja. En hij is overleden. En ja. Nou was zijn zoon, die had daar toen wel heel veel van meegemaakt. En die mocht ook niet naar die begrafenis, hè, Paulien, hè? Ja, zat hij op school, ja. Zat hij, en die zag die stoet zo voorbij gaan. Maar hij was zijn vader toen daar verloren. Dat zijn wel droeve verhalen natuurlijk. Ja, zeker. Door een ongeluk, een menselijke fout natuurlijk. Ja. Ja, al die ongelukken wat ik gehoord heb, iedereen weet wel van een ongeluk. En al die ongelukken zijn toch door bijna altijd door menselijke fouten. Ja, menselijke fouten. Ja. He, dat er toch toestemming wordt gegeven om iets te doen terwijl het dan nog niet kan eigenlijk. Dus dat is de tragische kant. He. Overal gaan, in elk bedrijf gaan er natuurlijk dingen mis. Iedereen maakt wel eens fouten. Ja. Alleen bij dit bedrijf, als je hier fouten maakt, dan kan het gewoon zo ongelooflijk ernstig gelijk zijn. Ja. Nou, dat is echt de mindere kant. Ja. En ja, toen we in de buurt van hoe dichter we bij de hoogovens komen, hoe meer verhalen je ook krijgt over, over milieuvervuiling en viezigheid in de tuin en altijd je oud, alles is weer vies en zo. Daar zijn de mensen direct in de omgeving van de hoogovens natuurlijk niet altijd gelukkig mee. Maar dat soort verhalen hoor je hier dan weer niet. En wel dat mensen zeggen, ja, ik ben inderdaad hier gaan wonen. Oh ja, dat was ook, hier hoorde ik weer kikkers kwaken. En hier was weer veel meer zuurstof en we werden allemaal dikker, want we hadden weer meer zin om te eten. En volgens diegene kwam dat omdat er gewoon veel meer zuurstof in de lucht zit dan dichter bij die fabriek. Want ik heb een heel gebruik, een woonwijk neerzet. Ja, nou, dat was echt omdat er in Beverwijk en Heemskerk was eigenlijk al helemaal volgebouwd eind jaren 60. En ze hadden nog steeds meer personeel nodig. En toen dachten ze van, nou ja, boven Alkmaar is het een grote lege ruimte. Daar kunnen we huizen voor onze werknemers gaan bouwen. En dat zijn ze inderdaad gaan doen. In korte tijd zijn er enorm veel nieuwbouwwijken gebouwd. En daar kon je voor heel weinig geld en met leningen van de hoogovens kon je daar een huis kopen. En leningen met hele gunstige rente en huurwoningen en veel groter en met een tuin. Wat allemaal in Beverwijk niet mogelijk was. Ja. Dus daarmee trokken ze mensen. Met als gevolg dat je wel altijd met die bus moest. Ja. Maar de meesten die zeggen van, nou ja, dat nam je op het koop toe. Maar ik heb ook wel één meneer gehoord die zei, op een gegeven moment durfde ik niet meer met de bus. Er waren zulke oude bussen en dan was er weer dat kapot en dan was er weer dat vloog in de brand. En die vertrouwde die bussen niet. Dus een enkeling die durfde niet met die bus mee te gaan. Ja, dat is waar de bus allemaal reed. Nou, ongelooflijk, hè, hoeveel bussen er reden. Even kijken. Ik moet even kijken hoor, winkel. Oh joh, geen paar verder. Ik loop van grondigen. Want hier in Wieringenwerf kwam je ook. Ik reed vanaf Wieringenwerf. En dan, dan was je een half uurtje onderweg. Zomer en winter door. En ik ben begonnen in de 3-ploegendienst. Nee, 4-ploegendienst. Toen ging dat over naar 3-ploegendienst. Toen ben ik in de 5-ploegendienst terechtgekomen. En daar heb ik tot aan het eind van mijn carrière. Ja. De, 5-ploegendienst lopen. En wat voor werk deed je dan? Ik was storingsmonteur. Maar Walser en West was alles gelijkstroom. Hele ouderwetse techniek. Werd eigenlijk op school amper nog behandeld. Dus dat moest je allemaal leren. Ja. En was je dan storingsmonteur alleen voor gelijkstroom? Zou dat daar niet anders? Ja. Dus simpel. Ja. En werkzaamheden zijn natuurlijk op kranen. Ja. Grondinstallaties, magneetinstallaties, echt heel uitgebreid. Daar vandaan ben ik naar de blokwals gegaan, blokwals 3. Daar heb ik, dat was alles wisselstroom, dus dat was allemaal die richtertechniek. Eigenlijk een dagcursus gehad van zo zit het in elkaar en red je eigen. Ja, ja, ja. Hoeveel jaar geleden ben je met pensioen gegaan? 14 jaar, hè? 8 jaar. 8 jaar.
Ja, dat is een verandering op deze thuis. Nee. Nee? Nee. Ik had het thuis ook altijd al druk. Heel veel vrijwilligerswerk deed ik. Ja. En ja, als je eenmaal in de circuit zit, wordt het steeds erger. Ja. En heb je veel meegekregen van de fusie van de hoogovens? Nou, ik ben... Dat is eigenlijk wel grappig. Ik ben begonnen bij Estel. Dat was toen met Hoes samen. En dat ging niet door. En daar, toen werd het weer Hoogovens. Toen werd het Chorus. En dat was natuurlijk ook allemaal van ja, ontslagen, geen ontslagen. Nou, ik heb natuurlijk het EMP in 93 meegemaakt. Een hele vervelende periode. Waarbij ik hele goede collega's die gewoon aan het begin van de wacht zeiden van mij gebeurt niks. Ik ben zo goed voor Hoogovens altijd geweest. Mij gebeurt niks hoor. Ja. En 2:15 stonden ze buiten. Ja, dat zijn hele heftige dingen. Ja. En dat wens je niemand toe. Je grootste vijand zelfs niet. Is de Hoogovens een goed werkgever? Ja, ja zonder meer. Ja. Behalve dit verhaal dan? Er zijn overal vlekjes. Ja. Het leven is niet één mooi egaal verhaal. Er zit af en toe wel eens een donderbuitje tussen. Nou ja, dat zie je het zo. Maar het is nu wel heel vervelend voor die mensen die het betrof. Ja, ja. Ik werkte bij een bedrijf wat van alles en nog wat deed. En ik had net minimumloon. En dat was het. Okay. En er kon dus eigenlijk niks. En toen zeiden ze, joh, je moet naar de Hoogovens gaan, ga even een kraan zitten en dan verdien je veel meer. En nou, een kraan, dat vind ik niks. Nou, toen heb ik een open sollicitatie gedaan. Dan moest je testen doen, gelijkstroomtesten, wisselstroomtesten. Ja. Nou, dat kon ik allemaal nog wel, want het was allemaal nog vers, zat het in het geheugen. Ja. En daar vandaan daar gaat u nu naar uw fabriek. En Walserij West, nou ik daarheen. Nou, het was donker, het was herrie, het was groot, het was heet. Het was alles wat ik niet verwachtte. Ja. Nou, dan, nou, wil u dat nog? Ja, oké. Okay. Nou, dan kan u maandag over een week aan u beginnen. U kunt dan daar en daar op de bus stappen en dan komt u naar de Hoogovens. Nou, ik ging natuurlijk de nachtdienst meteen in. Ja. Dat was slim. Dus morgen stond ik lekker mijn tuintje te spitten en al die mensen aan het werk. En ik had een lol, jongen, want ik denk, kijk, al die sukkels gaan naar hun werk. Ik ben lekker vrij. Ja, en toen ging ik s'avonds met de bus mee. Dat was een rondrit door Noord-Holland. Hartstikke leuk. En aan de gang. Nou, ik mocht niks doen. Want het was allemaal veel te gevaarlijk. Je moest eerst aan de fabriek wennen. Dus eigenlijk verveelde je eigen de hele nacht. Ja. Nou, s'morgens douchen. En toen naar huis toe. En toen dacht ik bij mij, Herman, je hebt een hoop stomme dingen in je leven gedaan. Maar dit is de stomste. Ja. Hoe kan je dit aan de hand halen? Dat ga je niet doen. Nou, ik was helemaal kapot. En ik kwam de bus uitrollen in Wieringenwerf. Dat ik bij mij gedacht van, jongen, het zal je leven toch worden. En het werd het. Langzaam maar zeker ga je leren om met die ploegendienst een beetje om te gaan. Je gezin moet er natuurlijk aan wennen. Die heeft er heel veel last van gehad. Maar ik zelf heb dus eigenlijk geen sociaal leven gehad. De ploegendienst gaf mij ook wat terug. Ik had namelijk ook vrije tijd als anderen werkten. Ja. En als mijn vrouw met de kleintjes naar het consultatiebureau moest, dan ging ik mee. Ja. En dat maken weinig vaders mee. Nee, een goede werkgever. En ik profiteer nu van een goed pensioen. Ja. En dat is heel belangrijk, dat mensen hun pensioen opbouwen. En je kan nu goed 's nachts slapen? Daar heb ik nooit last mee gehad. Nee. Ik kan hier zo gaan liggen en ben ik weg. Ja, nou, rustig. Ja, het is geen probleem. Het is geen probleem. En dat is het leuke van, je leert daarmee omgaan. Succes! Dank je. Er zijn ook communisten geweest die hebben in het verzet gezeten, in de oorlog. En die werkte bij de Hoogovens. Ik weet niet precies, Ross of zo. Een witte COVID is zijn bijnaam. Maar zo'n verzetsman. Die is de onderscheidende koning Wilhelmina. Heb je de onderscheiding nog gehad? Maar toen die oorlog was afgelopen, hoefde hij niet meer terug te komen, want hij was communistisch. Ook die bus waar wij namelijk zogenaamd rijden dan. Die gingen de zogenaamd mensenrolsen om daar te gaan werken. Over in de Noord, ook in Groningen, Drenthe en ook in Friesland. Daar had je ook wijken waar communisme aan was. Daar ging die bus niet heen. Want die hoefden ze niet, die communisten. Die hadden natuurlijk, die staakten veel. Maar mijn vader heeft er ook altijd gewerkt. Nou, dan heb ik ook wel
leuke verhalen gehoord. Je hebt het heel goed gehoord altijd. Naast je pensioen ook nog. Het was heus al een sociaal bedrijf. Maar behalve de communisten, want die hoefden ze niet hoor. Nee. Die hoefden ze niet. Die waren toen te gebekt, weet je wel. Ja. Hier was de opstapplaats, vertelde je? Ja, hier was de opstapplaats. Van 1977 ben ik bij Hooghovens begonnen op de bedrijfsschool. En dan werden we 's ochtends hier altijd opgehaald met de kantoordienstbus van de gebroeders Oosterom. Werden wij opgehaald en dan reden we via Bakken en Kastieken, waar mensen instapten, reden we naar Hooghovens. En daar moesten we overstappen op het busstation, op een andere bus die ons dan naar het opleidingscentrum bracht. Je ging er niet rechtstreeks heen? Nee. Er was een busstation, was het op het Hooghoventerrein. En daar moest je overstappen op een andere bus. En die bracht je naar de afdeling, naar een andere afdeling, waar je dan te werk was of op school. Ja. Maar in het begin reed er alleen maar een bus, alleen maar voor Egmond en Zee al, om alle mensen mee te nemen. Aparte bus was dat. En hij liep dagdienst en ik liep ploegendienst. Dus wij zagen elkaar eigenlijk, we zagen elkaar wel eens, maar want we zijn familie van elkaar. Ik liep drie ploegendienst. Ik ben op Walserij West begonnen, een van de oudere Walserijen eigenlijk. Die is in 1992 is hij dichtgegaan. En drie ploegendienst betekent dat je wisselend in de ene of in de andere ploeg zat? Had je middagdienst, in de andere week had je ochtenddienst en je had een week nachtdienst. En dan begon je weer overnieuw. En dat was dan 5 nachten, 5 middagen en 6 ochtenden. Ja, Walserij West, dat was eigenlijk wel een, tenminste, dat was voor ons, voor iedereen eigenlijk wel een unieke fabriek eigenlijk. Want daar, ja, er werd hard gewerkt, maar het was ook altijd een, het was altijd gezellig. Het was altijd leuk en het was het gewoon. Het had gewoon wat. Ging dat leuk ook nog door in de bus? Niet altijd. Ja, er was wel eens wat humor in de bus, maar over het algemeen de helft lag te slapen. Ik hoorde dat de mentaliteit bij de Hooghovens was dat je niet harder mocht werken als je ploeggenoten. Dus niet al te hard. Klopt dat? Ja, dat klopt wel ongeveer. Er waren natuurlijk een heleboel mensen, zo'n Balseren West werkte toen in de tijd 400 mensen, zo'n beetje. Nou, en de helft werkte en de andere helft die was voor zichzelf bezig of die waren onderweg, ziek of onderweg. Zo ging dat natuurlijk, hè. Want in 1992 heb je dat EMP gehad, noemden ze dat, bij Hooghovens. Dus EMP? Extra maatregelenpakket. En toen moesten er een heleboel mensen, die moesten er allemaal, die moesten eruit. Die werden opgehaald door de treinbewaking toen in de tijd. En die werden afgevoerd. Waarom moesten ze eruit? Omdat ze niet hard genoeg werkten? Of? Oh, nee, het bedrijf lag bijna op zijn oren, hè, toen, in die tijd, in 1992. Dus ja, daardoor is die omslag gekomen natuurlijk. Er moesten gewoon mensen weg, want ja, de helft deed niks. Ja, de bedrijven, er waren ook, die hadden een eigen bedrijf, die hadden tuintjes op de Hooghovens. Er was een sauna. Er was eigenlijk van alles. Er was van alles. Iedereen was voor zijn eigen ook bezig, de helft. En er werd natuurlijk ontzettend veel gestolen. Ook nog. Al dat soort dingen. Ja. Is de cultuur daarna veranderd? Ja, ontzettend veranderd. Als je nu dus kijkt, wordt er gewoon heel hard gewerkt eigenlijk door de mensen die er nog zijn. Het is helemaal minimale bezetting allemaal. Hè. Het is echt heel, heel krap geworden. En het is productie. Het is natuurlijk super moderner geworden door de jaren ook heen. Hè. Vroeger maakten ze alleen maar scheepsplaten en betonijzer en dat soort dingen, knuppels. En nu maken ze allemaal hoogwaardige producten voor de auto-industrie bijvoorbeeld. Ze waren een goede werkgever, geloof ik, hè? Ja, ontzettend goed. Er waren zo ontzettend veel regelingen. Je kon een bril krijgen, kunstgebit, noem maar op, studiefinanciering. Je kon voor een appel en ei kon je op vakantie, als je in de ploegendienst liep. Al dat soort dingen. Hele wijken werden er uit de grond gestampt in Alkmaar, in de IJmond, in Heemskerk, Beverwijk en zo allemaal. Voor de werknemers werden daar hele woningen gebouwd en zo. Kon je tegen een relatief lage rente kon je daar een huis kopen. Ja. Heeft een mooi verhaal. Ik heb een mooi verhaal. In 1976 is mijn vader al overleden. Als trouwe werknemer van de Hooghovens. Wat ik zo bijzonder aan het hele concept Koninklijke Hooghovens vind, is dat zij zo goed zorg bleven houden voor de weduwe en de kinderen die achterbleven. Zo mochten we om het jaar op vakantie met het gezin. En ieder jaar met Sinterklaas was je blij, want er kwam er een doos met cadeautjes voor de kinderen die wij toen waren, zeg maar. En als er iets met mijn moeder was, hoefde ik maar het Wenkenbachfonds te bellen. En ze kreeg een nieuwe bril of ze kreeg thuiszorg. En tot 3 jaar geleden aan toe, dus dan praat je over ruim 40 jaar, kreeg ze gewoon ieder jaar nog een kerstpakket.
Hoe bijzonder bedrijf ben je als je dat zo lang blijft doen voor de weduwe van je ex-werknemers? Ik vind dat heel bijzonder en daar ben ik dankbaar voor. Absoluut. Waarom is je vader overleden, vraag ik wel? Mijn vader was een hartpatiënt. Dat had niks met de hoogovens te maken? Absoluut niet, nee. Hij heeft gewoon, totdat hij echt bedlegerig werd, heeft hij gewoon zijn 5 ploegendiensten gedaan in de groene ploeg. Waar nu ook zijn oudste zoon in de groene ploeg zit. En die zwaait in december zwaait hij af. Maar ja, het was gewoon een enorm goed bedrijf wat dat betreft. Ja. En, ik hoop dat het nog jaren blijft bestaan. Ja. Want wat ik hoor is dat je als je over het hoogoverterrein liep, dan moest je al je gezicht schoonmaken. Ja, mijn man zelf die heeft voor zijn werk uit heeft een jaar op de Sintenfabriek gezeten. Nou, hij kwam gewoon rood thuis. Maar ik heb daar persoonlijk nog geen verhalen over gehoord van ziektegevallen of werkgerelateerde kankersoorten of iets dergelijks. Wel dat mijn wasmachine gewoon na 2 jaar weg kon. Omdat je dus tijd overal moest wassen. Ja. En die Sinters gewoon overal in ging zitten. En dat is het enigste. Maar hij is nog niet ziek. Nee. En ik wist al heel gauw dat ik op kantoor wilde gaan werken. En het liefst op de hoogovens, want daar werkte mijn vader ook. Dus ik ben daar de VGLO-school gegaan. Heel gauw wisten we al dat er een derde jaar bij kwam voor kantoorassistenten of verkoopassistenten. Nou, de keuze was gauw gemaakt. Kantoorassistenten. Ik heb mijn typediploma gehaald en ook het praktijkdiploma type. En inmiddels was ik 16 jaar. En toen zei mijn vader, Nettie, ik ga wel met je mee naar mevrouw de Jong. Als ik me goed herinner, mevrouw de Jong van personeelszaken. En dan zou ik daar gaan solliciteren. Dus netjes eigenlijk met mijn vader samen kwamen we bij mevrouw de Jong. En mevrouw de Jong zei, nou Nettie, als je wil beloven dat je de 3-jarige handelsavondschool wil volgen, dan mag je op de Hovers komen werken. Ging je vanuit Beverwijk ook met de bus naar de Hooghovens? Ik ging op mijn brommetje, eerst op de fiets en later op een brommetje. Had ik een Amberini of zo, wat had ik. Maar in elk geval, ik weet nog, geen Solex, maar ik weet nog wel dat ik over het terrein natuurlijk moest rijden een lange tijd. Toen had je nog geen helm op en dat was ook niet verplicht, dat dacht je ook niet aan. Maar ik weet wel dat als ik op kantoor kwam, moest ik toch eerst mijn gezicht helemaal was. Omdat ik helemaal onder de zwarte roetstukjes zat. Hè? En, mijn vader die was zo trots als de Paulus zijn dochter daar werkte. Later kwam ook mijn broer Herman, die kwam werken. Die is 3 jaar jonger dan ik. Mijn zus kwam op kantoor werken. En als we het over de hoogovens hadden, dan straalde mijn vader altijd. Was oprecht heel erg trots. Ja, dit was de typkamer waar ik dus hier dit bureau had. Nou, hier zit ik even aan de telefoon voor de foto. Het was gewoon zo'n goed salaris. Dat van mijn vriendinnen later wel begreep van zo, dan heb je toch wel heel wat meer verdiend dan wat wij verdienden toen de tijd. Ja, dat was leuk hoor. Leuk. Ja, echt leuk. Geweldige tijd. Kijk, dankbaar dat ik terug. Ja, sommige mensen waren teleurgesteld. Die dachten echt dat het zo'n oude beetje in de bruine bus zou zijn. En dat heb ik weliswaar nooit gezegd, maar ik kan me voorstellen. Maar ja, we hebben de bus wel geprobeerd een beetje oud te maken. Met de slapende mannen op het raam. En ook aan de binnenkant met alle objecten en spullen die van vroeger zijn. Hey, dus heel veel mooie verhalen. Ja. Leuk. Ja. En waar kan je ze vinden, de verhalen? Op onze website www.stichtingkist.nl. En ik vraag ook iedereen om toch zijn gegevens te noteren. Want eigenlijk wil ik hier gewoon toch nog een documentaire over maken. Daar hebben we nu nog niet genoeg geld voor. Maar we hebben wel heel veel mooie verhalen. Dus het is ook een beetje voor mij het is een evenement. Maar voor mij is het ook een vooronderzoek. En dat ik, wie weet, ermee door kan gaan.